Mijn moeder vond het maar niks. Ze zei tegen me, hij is te oud voor je. De dingen die jij wil, die heeft hij al lang gedaan. Onze eerste vakantie samen. Wie is dat? Berichtje van mama. Ja, wat schrijft ze? Doe je wel voorzichtig? Nee, niet in liften. Niet in liften. Ga je mee? Hij mag wel een klein stukje meerijden, toch? Heb je een vriendje? Dit is mijn vriend. Sorry. Ik dacht dat het je dochter was. Zit je lekker? Oké. Dus zij is 17. En jij bent 47. Ja. Mag het raam dicht? Ja. Fijn. Zou ik dan even dicht willen doen? Ja. Dicht. Dankjewel. Toch wel goed dat er verjager is, hè? Eruit. Zijn wij zo beleefd jou een lift te geven en jij zit ons niks anders dan af te zeiken? Het is duidelijk dat jij niks van liefde begrijpt. En nou godverdomme mijn auto uit! We gaan nog een stukje rijden. Jij hebt de keuze. Eén van jullie gaat eraan. Wie gaat het worden? Hou je bek, jij!
niet waar. Ik wil leven. Stop maar. Ik weet genoeg. Het was nog wel mijn moeder die tegen me zei dat ik dit niet kon maken. Maar ik moest weten wie hij zou offeren. Je had gelijk, man. De kogels door de kerk. Opgelucht. Kan je me komen halen?